mensen, welkom bij een gloednieuwe World War 2 video. En zoals jullie zien op mijn beeldschermpje, zien jullie Arno zitten. En waar zit Arno? Oh, Arno zit op een plek die jullie niet kennen. Wel, jullie kennen die plek wel, maar jullie weten waarschijnlijk niet hoe je hierop komt. Wel, jullie hebben het vast al gezien aan de titel. Wij gaan natuurlijk de drie locaties tonen jullie van de drie basketballetjes. En als je drie basketballetjes opneemt, dan heb je een challenge gecomplete en heb je weer XP bij om naar het volgende level te gaan. Dus we gaan natuurlijk bij het eerste gaan. Arno, welke houden we als eerste tonen? De waar jij nu zit? De makkelijkste. De makkelijkste. Oké, dat is hier bij de spawn. Dus eigenlijk moet je op deze steen staan. Ja, en dan moet je op deze steen. Dan moet je hier een beetje achteruit om een aanloopje te nemen. En dan ben je erop. En hier ligt er een bal zoals jullie zien. En nu heb ik een bal vast. Dit is de eerste locatie van de bal, jongens. En die kan je ook op L1 gooien naar jouw vriend. En jouw vriend vangt hem dan. En zo kan je lekker basketballen. Dit is gewoon een squad, jongens. Voor de mensen die misschien nog niet veel weten over Call of Duty. Squad is gewoon... als je op options drukt, als je gewoon op je klei staat en je drukt bijvoorbeeld op options of je bent in een party of in een pre-game lobby, dan kan je gewoon als squad gaan en terwijl je wacht op een match, kan je gewoon hier leuke dingetjes doen. Je hebt de shooting range, je hebt hier gewoon alles en je hebt bijvoorbeeld ook leuke locaties van basketballen. En nu gaan we gewoon naar het tweede moeilijkste. We beginnen gewoon met het makkelijkste en we gaan door tot het moeilijkste. Ja. Oké, Arno. Toon jij het even voor en ik volg jou. Ja. Dus je moet even hierop staan en gewoon een hele grote sprong nemen. En ja, totdat je eigenlijk op dat ene grote steentje staat. En dat is Arno nu op dit moment aan het proberen. Ja. Ja, en het is gelukt. En nu is het mijn beurt. Eens kijken hoe lang ik erover doe. Oké, dat was nummer 1. Oké, dat was nummer 2. Die was er bijna op. Ik had zo'n gevoel. Ik ga erop zijn, maar dat was het niet zo. Nee. En Arno zit daar gewoon gezellig te kijken. Ja, ik ben erop. Ja. En nu de volgende stap. Ja, dan moeten we hier, als je van hier de aanloop neemt, gaat dat niet lukken. Want hier is een onzichtbare paal. Dus je moet eigenlijk van dit stukje... gewoon hier starten. En een kleine aanloop. En dan op dit stukje gaan. En als je op dit stukje bent, kunnen we door naar het volgende stukje. Gewoon een kleine aanloop en een sprong doen. En ja, dit is wel het moeilijkste stukje van deze tweede locatie. En Arno heeft hem al gewoon in één keer gehaald, jongens. Oh. Nee! Oh, net op het einde. Dat was eigenlijk het laatste stukje dat Arno moest doen. Eigenlijk moet je op dit witte stuk steen staan. En dan moet je eigenlijk naar dat rondje springen. En dat is gelukt bij mij. Dus nu moeten we even een klein beetje naar rechts gaan totdat we niet meer kunnen. Dan springen we hierop. Dan lopen we eventjes door naar hier. En dan springen we hierop. En we zijn erop, jongens. Zo kom je hierop. We gaan nog even wachten op Arno. Of ik kan er weer al de locatie tonen van de basketbal. En dan moet je even hierover gaan. Kom op, ga erover. Oh, wat? Oh nee, het is hier. Nee, wacht. Het is langs deze kant. Ik was aan het liegen, jongens. Ben er al dan niet. Oké, nu loop... Oh, je bent er al, Arno. Lekker wezen, hoor. En nu loop je langs hier. Nu kan je hierin. Hier kan je gewoon verstoppen voor vrienden. En hier ligt de volgende bal. Even tonen aan jullie. Hier. Hier ligt de bal. Als je die oprapt... Kijk, ik heb nu de 3 challenges gehaald. En ik heb XP bijgekregen. Lekker bezig. Boom. Ja. Waar is hij dan? Oh, ik heb hem. Boom. Oh. Hier. Hij rolt er zo van. En nu, jongens. Nu gaan wij naar de moeilijkste locatie. We gaan een paar keer moeten proberen, denk ik. En terwijl hebben wij hier ook een leuke challenge. Mochten jullie XP nodig hebben. En Arno had die eventjes voortonen. Ik heb hier een supply drop. Zou je kunnen landen? Oh, een supply drop. Maar Arno, ik heb ook een gewone supply drop en een rare supply drop. Oh. Kunnen we dat hierop landen? Nee. Kan dat niet? Nee. Oh, we kunnen het hier niet op doen. Dat is wel heel jammer. Ja. Sammy, kom dan terug naar boven. Ja, want wij moeten natuurlijk die challenge nog doen.
Oh, hoe laat ik die supply weer los? Ik kan die supply niet meer los doen. Nee. Tot als ik... Maar dan kan ik niet springen naar Noem. Dan kan ik hier niet op. Ah, nee. Fuck. Ja, we zitten hier met een klein probleempje, jongens. Wij moeten terug naar beneden gaan. En onze supply erop gewoon droppen. Wat dat we nu gaan doen, Arno. Wat? Ik doe alle controllers, maar... Ja! Druk op options. En het lukt. Oh, voilà. Dat is ook iets nieuws bijgeleerd. Inderdaad, weer iets nieuws bijgeleerd, jongens. En nu? Ja. Nieuwe challenge. Een grote aanloop. En we gaan even kijken naar Arno. Dan springen gewoon meteen op de grond. En dan heb je challenge dat je gewoon van de hoogte ervan valt. Boom. Fall guy. Fall 25 feet in headquarters. 38 feet in headquarters. Dat zijn gewoon twee challenges in één keer, jongens. Holy shit. En nu is het tijd voor de supply drops. Ik kan eigenlijk ook aan deze kant staan. Dan kan ik ook meer kijken. Oh, Epic Blade. Wat is dat? Geen idee. Maar er staat XP op. Is dat dubbel XP dan? Ja. Eens kijken. Hè. Mooi, mooi, mooi. Oké, nu ga ik mijn supply erop doen, jongens. Ik ga eerst mijn gewone supply erop doen. Ik denk niet dat er hier veel gaat in zijn, want dit is een gewone supply erop. We gaan eens kijken. Oh, een nieuw pakje. Oké, dat pakje vind ik wel nice. Epic Uniform. Dat is wel nice. En de calling card valt ook best wel mee. Ik heb meegekregen. Wat? Ik heb meegekregen. Meegekregen? Ik kom niet op de supply. Huh? Ja. Wat ben je dan? Je zat daarin, Arno. Hoe kan dat? Ik heb een Arno gekregen, jongens. En nu onze laatste supply erop. Een rare supply erop. Ik leg mee. En Arno zit er weer in. Ik zie jou gewoon niet, hè. Holy shit. Ik heb weer een mooie uniform. En ik heb twee keer gerip. Maar ik heb geen idee op welk wapen dit is. Dat staat er zelf niet bij, dus. Ik heb er geen idee van. Maar ik ben best wel blij met deze twee uniforms. Ik heb een epic uniform. En een legendary uniform. En jongens, nu gaan we door naar de laatste locatie. En dat is dit. Ja, jongens. Dat is dit. En jullie denken misschien, daar is een laddertje. Je kan er gewoon op. Nee. Zo simpel is het niet. Dus we gaan het zo meteen tonen naar jullie. En ja, het is heel veel proberen. Dus ik denk niet dat je een commentary gaat horen. Ik ga gewoon een stukje erin doen waar het lukt. Want dit is gewoon super veel proberen. En dan zien jullie deze laatste locatie, jongens. Oké, jongens, hierbij hebben wij alle locaties getoond aan jullie. En hier nog eens een heel mooi uitzicht voor jullie. Al onze zuivere soldaten lopen hier. Allemaal onze kijkers lopen hier. Super tof, dit is onze legerbasis. En ja, vond je deze video leuk? Ram dan even die like-knop, jongens. En dat is jullie echt bazen. En kijk even op Arno zijn kanaal. Want Arno heeft 17 subs. En help hem even naar de 20 subs, jongens. Help Arno eventjes naar de 20 subs. Dat zou heel fijn zijn. En Arno doet echt zijn best om te groeien, jongens. Dus help hem even naar die 20 abonnees. Dat zou echt wel super zult zijn voor jullie. En er komen nog veel livestreams aan, veel video's. En ja, als jullie meer van
zulke soort video's willen van verborgen locaties of tips dat ik meegeef in Call of Duty. Of gewoon een video van dingen die jullie niet weten. Of misschien in zombies. Hoe moet je pack-up punchen? Of gewoon dingen dat je zelf moet uitzoeken. Laat even weten in de reacties of je daar ook video's van wilt. En dan zie ik jullie in de volgende video / livestream. En ja, dan zeg ik gewoon ciao. Later boys. Later. Later.